En hier is het begonnen. 10 jaar geleden zijn we hier ons team voorgesteld aan de pers. Toen heel erg nieuw, heel erg vernieuwend. En het is leuk om deze locatie terug in gebruik te nemen vandaag voor Telenet VDS Eigenteam. Ja, dus we hebben verlengd tot 31 december 2017. Ondertussen zijn we 5 jaar in het Telenet VDS-team. Ik denk dat we kunnen terugblikken op 5 heel mooie jaren. Wij hebben de kaart getrokken van wielrennen. De keuze weg of veldrijden hebben we dan genomen om het veld te doen. Waarom het veld? Omdat het is een Vlaamse sport. Telenet is ook een Vlaams bedrijf. En met eigenlijk onze aanwezigheid in de cross bereiken we toch wel goed onze klanten. En dat is toch de bedoeling van onze aanwezigheid in het veld. Ik voel me goed in deze ploeg. Het is echt al 8 jaar dat ik in deze ploeg zit. En ik ben altijd van oordeel, als je ergens goed zit, moet je blijven. Ik ben hier graag. De nieuwe coach is goed. De mensen van omkadering ben ik graag bij. Dus ik ben heel blij dat ik aan bijtekenen heb. Ik voel me heel goed naar de winter toe. Dus ik hoop dat ik echt wel prijs kan rijden en onze sponsors zoveel mogelijk in beeld kan brengen.